De leukste tijd van het jaar is weer aangebroken. Kerst komt eraan. Ik vind sowieso kerst heel erg leuk. Gewoon gezellig met familie. En ik hou ervan om de kerstboom te zetten. Maar ook vind ik kerst gewoon de allerleukste tijd in de salon. Klanten willen altijd net een beetje wat extra's. Extra glitters, extra nail art. Ja, en ik hou daar gewoon heel erg van. Ik mag me altijd weer helemaal uitleven bij, ja, bijna al mijn klantjes wel. Ik heb wel wat klantjes die gewoon liever één kleur altijd hebben. Maar vaak met kerst pakken die dan toch net een beetje extra uit. Willen toch even net iets meer. Soms maar op één nagel een extra glittertje of een stempel nail art. En ja, Yours Cosmetics komt dit jaar weer met geweldige stempelplaten. Ik vind ze echt ontzettend leuk. Het zijn twee verschillende platen, maar ze zijn dubbelzijdig. Dus je hebt eigenlijk gewoon vier platen, vier kanten met echt hele leuke kerstpatroontjes. Ik ga ze natuurlijk even laten zien. Nou, dit zijn de platen nog in de verpakking. Je ziet al dat er in iedere verpakking twee platen zitten. Ik ga het proberen te laten zien. Ik hoop dat het niet al te veel weerspiegelt. Dit is de ene kant. Even kijken hoor. Dit is Christmas is in the Air. Zo heet die plaat. En daarop zie je vooral heel veel sterretjes. Dit zijn eigenlijk twee verschillende soorten sterren hier. Een maantje erbij. Dit vind ik hele leuke sterren. Ik hou heel erg van de sterretjes, van kristalletjes. Dat zijn echt nail arts die het altijd goed doen bij mij in de salon. Leuk met rood en met wit, maar ook met galaxy nagels, met zwart, met glitters. Je kan die echt op heel veel verschillende manieren combineren. Hierboven zie je ook weer hele leuke, ja, sterretjes. En ik heb het eigenlijk nog niet geprobeerd en ik moet nog eens even goed kijken. Maar ik heb het idee dat je deze kan layeren. Volgens mij zijn deze patroontjes hetzelfde. Dus als je eerst deze doet, je maakt die bijvoorbeeld, ik noem maar wat, met zwart. En je doet daarna dit eroverheen met wit. Dan kun je dat randje, volgens mij als ik het goed zie, vallen die precies gelijk met die sterretjes. Dus ik denk dat dit wel een stempelplaat is die je kan leren. Ook hier zie ik het volgens mij. Kijk, deze sterren, dat zijn dezelfde groottes, dezelfde vorm. En die kun je dus over elkaar stempelen, zodat je gewoon een extra lijntje eromheen kan doen. Dat is het makkelijkste met natuurlijk die doorschijnende stemper. Dus ik moet dat zelf allemaal nog gaan proberen. Want ik heb deze stempelplaten nog helemaal niet gebruikt. Dus ik moet het allemaal nog lekker gaan uitproberen. Dus hier zie je ook weer allemaal verschillende sterren. Hier zie je ook wat van die sterretjes. Ook leuk voor oud en nieuw nagels. Of voor feestelijke nagels gewoon. Ja, hieronder die huisjes. Ik hou hier echt van. Ik vind het zo ontzettend leuk. Kun je echt een beetje zo'n kersttafereeltje van maken. Ook leuk met Sinterklaas natuurlijk. Hè? Dat je een beetje zo die huisjes hebt. Zie je natuurlijk ook veel met Sinterklaas. En dan kun je ook weer die kleine raampjes eventueel inkleuren met geel. Zodat het lijkt alsof alle lampjes in de huisjes aan zijn. Ook dit is natuurlijk hartstikke leuk. De arreslee met alle rendiertjes ervoor. Ja, ik vind dit al echt een geweldige plaat. En als we hem dan omdraaien, zie je gewoon dat er aan de andere kant nog een plaat zit. Ja, hier zie je weer ander soort patroontjes. Dit vind ik heel leuk. Als je me wat langer volgt, dan weet je dat ik gek ben om dit soort ruitjespatronen. Ik heb het de laatste tijd ook heel veel gedaan. Ik heb laatst bij mijn zus ook nagels gemaakt met zo'n ruitjespatroon. Ja, ik hou hier echt van. Kun je ook in allerlei verschillende kleuren doen. Bij mijn zus heb ik hem met donkergroen gedaan, maar hij is ook heel leuk met bordeaux rood. En ja, hij kan gewoon in alle kleuren. Heel erg leuk. Dit vind ik ook heel erg mooi. Een beetje sierlijk. Hoeft niet per se met kerst. Kan eigenlijk altijd wel. Het is gewoon een hele mooie, ja. Het is wel een beetje een, is het een kerstster of een bloem? Ja, heel leuk patroontje. Hierboven zie je ook weer een beetje van die ijskristalletjes. Ook echt heel erg leuk. Ik vind het altijd heel mooi om met wit te stempelen over rood. Krijg je meteen echt zo'n heel kersteffect. En hier zie je nog een rij met allemaal verschillende soorten vuurwerk. Dus ook heel erg leuk. En dit zijn een beetje van die, ja, net als van een kabeltrui. Een beetje zo'n truipatroon. Ik heb hier wel eens hele leuke nail arts mee gezien. Die wil ik nog gaan uitproberen. Ik ga dat zelf eerst eens even kijken of dat lukt. Als het nou lukt, wil ik daar nog wel een video van proberen te maken. Ik heb daar namelijk hele leuke dingen mee gezien. Ga ik nog uitproberen, dus misschien zie je dat nog wel. Maar dit is dus echt, wat mij betreft, echt een hele leuke plaat. Ik vind het echt leuk. Heel veel verschillende patroontjes. Ze hebben hem echt goed volgezet. En je kan er gewoon heel veel kanten mee op. Je kunt hem met heel veel verschillende kleuren en soorten nail arts gebruiken. De volgende plaat is Jingle Bells. En ook deze staat helemaal vol met leuke patroontjes. Hierboven zie je een beetje van die kerstballen dingetjes. Hier zie je ook nog wat sterretjes. Vind ik ook heel leuk hoor. Het lijkt heel klein, maar voor zo'n nagel is die natuurlijk prima. Ook hier allerlei verschillende boompjes. Vind ik ook heel leuk hoor. Dit vind ik ook leuk. Dit kerstboompje met dat sterretje erboven.
Deze kerstboompjes vind ik heel erg leuk. Hier zie je nog van die leuke candy canes, sneeuwmannetjes en kerstmuts. Ja, ik vind dit echt ook weer heel erg leuk. En ik vind het ook leuk dat ze hem in spiegelbeeld hebben gedaan. Dus je hebt echt een linker en een rechter. Dus als je dit op de ene hand doet, kun je het op de andere hand precies in spiegelbeeld doen. Ik vind het altijd wel fijn. Soms kan het niet. Er zijn soms platen dat het gewoon niet lukt. Maar ik vind het wel leuk dat ze dit hier echt in spiegelbeeld erop hebben gezet. Dus dan kun je echt links en rechts precies hetzelfde maken. Ik vind deze boom ook heel erg leuk hier. Hij kan gewoon over heel de nagel. Dus je kan hier makkelijk de hele nagel mee bedekken. Maar je zou bijvoorbeeld ook dit puntje kunnen pakken om een soort kerstboom effectje te krijgen op de nagels. Echt heel erg leuk. Ook hier zitten weer twee van die ijskristalletjes bij. Nou, die zijn ook gewoon altijd leuk om een accentje te doen op de nagels. Kan in alle kleuren. Die cadeautjes vind ik leuk. En ook dit. Dit is weer zo'n ruitjespatroon. Nou ja, dit past ook makkelijk gewoon over heel de nagel. Dus die vind ik ook heel erg leuk. Is weer net een beetje anders als dit patroontje. Dit zijn wat groffere, wat grotere ruitjes. En dit zijn wat fijnere lijntjes. Dus ja, het is wel echt heel erg leuk. Hier zie je van die takjes. Dus die kun je ook weer leuk als accentnageltje erbij doen. En dan gaan we de andere kant weer bekijken. Ook hier zie je weer heel veel verschillende patroontjes. Soms moet je echt even gewoon goed kijken om te zien wat er allemaal precies op staat. Je ziet hier ook veel van die soort kerstbloemen. En ook deze kun je weer layeren volgens mij. Het zijn weer dezelfde soort bloemen. En ook die kun je dus weer in verschillende laagjes opbouwen. Zodat je echt meer dat diepte effect hebt. En zodat je er een mooi randje omheen kan doen. En dan kun je dus ook met verschillende kleuren werken. Maar goed, dat ga ik allemaal nog uitproberen. Dit is ook een hele mooie, mooie sierlijke bloem met van die blaadjes. Leuk van die kerstsokjes. Die strikjes vind ik ook heel erg leuk. En hier ook weer allemaal van die blaadjes en van die takjes. Ook weer in spiegelbeeld. Dus die kun je ook weer mooi op beide nagels zelf op allebei de handen gebruiken. Dit ook. Ja, en die kerstbelletjes vind ik leuk. Ik ben hier echt weer helemaal enthousiast over. En ik kan gewoon niet wachten om allerlei leuke kerstnailarts te gaan maken. Komende week ga ik echt proberen om wat leuke nailarts te maken. Zodat ik hier in de salon alweer genoeg voorbeeldjes heb liggen. Zodat de klanten alvast een beetje kunnen bedenken wat ze straks met kerst willen. Ik ga nog gauw even wat swatches hiervan maken. Ik heb al wat nageltjes klaar liggen. Je hebt net wat swatches kunnen zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik zit er altijd een beetje lastig voor als ik het probeer te filmen. En ik wil het ook allemaal even snel doen. Dus het zat er niet allemaal perfect op. Maar dat ligt absoluut niet aan de stempelplaten, want die doen het echt perfect. Er was er geen één bij die niet goed stempelde. De sterretjes, ja, die vind ik gewoon het allerleukste. Die kwamen ook echt super mooi over. Die heb ik hier op die donkere gedaan en op die rode. Ja, je ziet ook gewoon echt dat dat meteen helemaal kerstnagels zijn. Echt super leuk. Maar ook die andere met die ruitjes vond ik ontzettend leuk. Ja, deze heb ik nu nog even niet laten zien volgens mij. Maar ik wil hier dus nog een aparte video van maken. Ook dit kerstboompje was echt heel erg leuk. Die heb ik hier over die donkere gedaan. Dus ja, het zijn gewoon echt super leuke stempelplaten. Je kan hier echt heel veel leuke nailarts mee doen. Je moet gewoon zelf even goed kijken hoe je ze wil combineren.
Dus dat ga ik de komende week ook lekker doen. Dus waarschijnlijk zul je op mijn Instagram nog wel veel meer van dit soort nail arts voorbij zien komen. Uiteraard doe ik het op mijn klanten, maar ik ga het ook proberen gewoon op voorbeeldnageltjes. Zodat je een beetje inspiratie kan krijgen. Volg me dus ook op Instagram, want daar laat ik altijd foto's zien van nieuwe nail arts, nieuwe producten. De stempelplaten zijn natuurlijk verkrijgbaar via Yours Cosmetics. Ik zal een linkje van de webshop onder deze video zetten. Ik wil je natuurlijk weer hartstikke bedanken voor het kijken. En ik zie je snel weer in de volgende video.